Onze humanistische ideeën beginnen een zeker succes te kennen, maar alleen bij belangrijke mensen. En dat is niet genoeg. Het humanisme moet op grote schaal verspreid worden. Wat de mens van een dier onderscheidt, is niet dat hij maar zelden in je kuiten bijt. Ook niet dat hij rechtop loopt, of hoe hij zelf zijn veters knoopt. De middeleeuwen zijn eindelijk voorbij, gedaan met kerkelijke bangmakerij. Er is een plaats voor het intellect. De mens is tenslotte geen nietig insect. Bon, dat vind ik ook. Hij is in staat tot eloquente, excellente, expressieve, descriptieve, geïnspireerd, beredeneerde verbaliteit. Dat is wat de mens van het dier onderscheidt. En dat noemen wij voortaan dus humanisme. Het is een geestelijke vorm van alpinisme. Yes. Ja, daar is me het verfrisme van de eeuw. Verwaar humanisme nooit met naturisme. Het is het tegendeel van het chamofoetisme. Een vluchtje Grieks en wat Romeins. Get me up and dance. Wij zijn humanist. Het humanisme is nog wel een slappe koord. Eén woord te veel en je wordt als ketten vermoord. Oh, oh, oh. The road is long, maar interessant. Voor wie niet op de brandstapel belandt. De mens kan beschaven en beschouwen. Redeneren en kritiseren. Een humanist is een optimist. Hij is vooruit op zijn tijd. Dat is wat de mens van het dier onderscheidt. En dat noemen wij voortaan dus humanisme. Het is een spirituele vorm van alpinisme. Ja, dat is me het verfrisme van de eeuw. Verwar humanisme nooit met het kubisme. En het heeft niks te maken met cyclotourisme. Een vluchtje Grieks en wat Romeins. You get up and dance. Ja, wij zijn humanist. Het humanisme verspreiden, zeg je. Mm-hmm. Nou, dat wil ik wel doen, Bussie. Maar het gewone volk leest nog minder dan Vlaamse schoolkinderen. Yes, maar mijn utopia zal daar verandering in brengen. Ah, nu snap ik die titel. Hm? Ja, dat geeft me een idee voor een boek over dwaasheid. Ja, alle lof voor uw dwaasheid, Erasmus. Maar ik ken misschien wel een manier om onze humanistische ideeën tot bij iedereen te brengen. Maar daar hebben we dan Margaretha van Oostenrijk voor nodig. Huh? Hè? Dan moeten we eerst nog even een stukje Wikipedia inlassen.